Wacht maar eventjes. We gaan even kijken of ik er weer ben. Het is echt erg. Dat is de tweede avond achter elkaar. Daar ben ik weer, zie ik. Oh, erg jongens. De verbinding viel weg. Ik weet niet wat jullie precies te zien krijgen. Of kregen, laat ik het zo zeggen. Even kijken. Ik zie weer wat mensen kijken nu. Hetzelfde wat me gisteravond overkwam, maar toen duurde het langer en ik hoop echt dat het niet meer gebeurt nu. Maar er is dus duidelijk iets niet in orde met hier met het internet gebeuren. Toen viel ook de verbinding helemaal weg. Ja, daar ben ik weer. Hetzelfde wat er gisteravond gebeurde, gebeurde er nu dus ook. Nou ja, dat heb ik gisteravond eigenlijk al verteld. In de 2 jaar dat ik dit nu doe, is dat me dat nog nooit gebeurd. Eigenlijk, even afkloppen, draait alles hier altijd goed. Maar wederom, de internetverbinding, ik kon hem finaliseren, dit. Dus als het goed is, staat hij er gewoon op, het filmpje. Deel 1, heel kort, deel 1 was het. En ik ben er weer. Maar gisteren was dat dus niet. Toen hebben we echt KPN moeten bellen. En hebben ze allerlei toeters en bellen overhoop gehaald om het weer voor elkaar te krijgen. Dus er is iets niet goed. Dat is duidelijk. Dus ik hoop dat dit nog gewoon goed blijft gaan. Eventjes even zegenen. Ik ga even door waar ik gebleven was. Het is ernstig dit, maar goed. Dus ook dit filmpje bestaat uit deel 1 en 2. Ik hoop niet in 3 of 4 delen. Dat een soort serie wordt. Oké. Mochten er mensen zijn die bijvoorbeeld heel de... Ja, die meneer uit Drenthe er weer bij halen, inderdaad. Mensen zijn die de Molotov hadden gekocht in zijn geheel. Als het goed is, krijg je dan deze doos erbij. Ja, Schiphol was echt een dilemma. Misschien is dat gisteravond al een beetje begonnen, moet ik zeggen. Ik ga hem even openmaken. Dat is deze doos. Daar zitten die treetjes dan niet in elkaar gezet in. Die moet je even vouwen en erin zetten. Daar kunnen dus ook alle kleurtjes in, maar niet de markers. Ik ga hem er weer even uithalen. Ik heb hier een marker erbij. Maar een dop, zoals je hem eigenlijk koopt. Hè, als je werkt met losse cartridges en een lege body. En die kunnen hier wel allemaal in. Dus wil je het iets voor de... überhaupt, hè, als je de Molotov zou aan willen schaffen. Of je hebt er een gedeelte, je wilde meer of wat dan ook. Kun je ze zo allemaal erin kwijt, de kleurtjes. Het enige wat je dan moet doen... Ja, 1 body is natuurlijk een beetje weinig. Een paar bodies kopen. En dat je dus wisselt. Hè, zodra je weet, ik ga die en die kleuren gebruiken. Haal je ze eruit. Je doet ze in je body. En je kan gaan aan de slag gaan. Ik vind dat natuurlijk een beetje omslachtig. Maar het is wel een voordeligere methode. Maar volgens mij krijg je dus de box. Deze box... krijg je alleen als je de volledige set volgens mij koopt. Hang me er niet helemaal aan op. En anders dan zal Marian dat corrigeren. Maar volgens mij is dat zo. Dus die zet ik even weg. Het is een mooie stevige doos. Dus op zich ook niks mis mee. En dan heb je ook het kleuroverzicht natuurlijk helemaal. Dus wat dat gaat, kan dat natuurlijk ook. Nou jongens, zegen een beetje met me mee dat de verbinding oké blijft. Ik pak er even het karton bij. Hier heb ik het Fabriano karton alleen gebruikt. En dat kun je een beetje zien. Dat is een wat romige kleur. Een beetje cremig eigenlijk. En hiernaast zie je het papier van de duif. Ook hartstikke fijn papier. Ook lekker zware kwaliteit. Maar je ziet duidelijk ook het kleurverschil. Dit is echt wit. En dit is romig van kleur. Ik ga ze allebei gebruiken. Ik leg deze even aan de kant. Wat heb ik gedaan om te beginnen? Pak even de liniaal erbij. Bij de versie waarbij ik een strook heb gemaakt, heb ik een lijntje getrokken op 2 centimeter van de kant. Lijntje, die staat er bij mij altijd, heb ik al voorgewerkt. En de middenbaan waar je in werkt is 6 centimeter. Kun je natuurlijk ook iets breder maken, net wat je zelf wil. Lijntje getrokken, puur eigenlijk om eventjes dadelijk goed het tape erop te zetten, dat ik goed recht zit. Bij de andere kaart heb ik in een hoek gewerkt. En heb ik ook weer 2 centimeter een lijn gezet. En ook hieronder 2 centimeter een lijn.
Dus dat is even wat ik met het papier heb gedaan. Ik ga de stempeltool erbij pakken. En dan gaan we lekker beginnen. Stempeltoeltje. Nou, deze heb ik eigenlijk niet nodig. Dus ik haal mijn sheet haal ik er even af voor het gemak. Dat is wat handiger. Zo. En ik plak mijn karton er even op. Waar zullen we hem doen? Hier ongeveer. Alright. Zit hij aardig recht. En erop vastgeplakt. Hey Astrid, goedenavond. Het gebeurde weer hoor. Hetzelfde wat er gisteravond ook gebeurde. De verbinding, zei je toen, Ledokio. Dus ik ben heel benieuwd. Alles staat nu nog goed. Niet te hard zeg. Ik ga afplaktape gebruiken. En dat is het gold tape. Nippon gold tape van de duif. En ik moet eerlijk bekennen dat ik dit nog niet eerder heb gebruikt. Dus wat ik voor de zekerheid... Ik kijk even hoe lang ik ongeveer moet hebben. Wat ik voor de zekerheid doe... Ik kan het goed scheuren. Is even het tape op mijn broek of kleding eventjes... Even iets minder plakkend maken. En dan plak ik hem er even op. Nou, daar heb ik even houvast aan die hulplijn. Dat die goed recht zit. En dan eventjes goed hier die rand eventjes aanwrijven. Dat er niet 1, 2, 3 kleur of water onderdoor kan lopen. Nou, in dit geval heb ik nog een plakkertje nodig voor de andere kant. Ook hier eventjes een beetje... De kleef een klein beetje eraf halen. Hij is niet, absoluut niet super sterk plakkend. Maar ik ben altijd bang dat er dan wat gaat gebeuren. Ik heb verbinding hoor. Even naar mijn man. Want die had ik al gebeld inmiddels. Van oh jee, het gebeurt weer. Het is weer zover. We kunnen weer gaan bellen. Maar het was dit keer gelukkig niet nodig. Ja, ik heb KPN. Ja, daar heb ik ook wel berichtjes van gekregen. Maar ja, niet tijdens deze uren eigenlijk. Maar ja, dat weet je natuurlijk nooit. En ik moet zeggen, maar dat staat er natuurlijk buiten, denk ik. Ze zijn hier in de wijk ook bezig met graven in de stoepen, gasleidingen. Nou ja, ik weet het allemaal niet. Maar dat zal er buiten staan, denk ik eerlijk gezegd. Dus eventjes met je vinger een klein beetje aanwrijven dat hij hier goed zit. En als ik nou dadelijk straks het idee heb dat, en ik ga hem eraf halen van oh jee, het plakt te hard. Dan maak ik hem gewoon even warm met de föhn, met de heat tool. Want door de hitte laat de lijm wordt zacht en kun je hem ook weer makkelijker loshalen. Goed, ik heb de volgende stempels gebruikt. Bij één kaart, bij de blauwe, heb ik alleen deze gebruikt. De Dainty Whispers van Penny Black. Dat is de 40596, maar hij staat ook op de website in de groep. Hele leuke, ja, een beetje fantasieachtige sprietenbloem. Je kan hem voor diverse bloemen eigenlijk een beetje verslijten. Ik vind het een beetje een fantasiebloem. Deze heeft al eens eerder op de website gestaan, vind ik nog steeds een schitterende stempel. De Fresh Fern. En dat is de 40722 van Penny Black. En die gaan we er ook bij gebruiken. Bij één heb ik hem er dus bij gebruikt. Bij de andere niet. Dus het kan allebei, hè. Als ik hem nog even tevoorschijn haal. Bij de blauwe zit hij niet bij. En bij de rode zit hij wel. Dus in dit geval gaan we starten met rood. En gebruik ik ook de varen erbij. Goed. We gaan starten met ongeveer de bloemen hier bovenin te zetten. En zo. Zit goed vastgeplakt. Dus even kijken of alles in beeld zit. Yes. Ja, ze zijn allebei mooie stempels. En ik heb ze ook, de meeste van jullie hebben dat denk ik allemaal wel inmiddels gezien. Ook bij de Art Journal pagina's van Marta gebruikt van de collageboeken. Daar heb ik ook deze stempels in de achtergronden gebruikt. Nou, ik had drie kleurtjes. Oranje, rood en een heel donkerrood. Dus eigenlijk drie tinten heb ik ervoor gebruikt. Voor de bloemen althans. En ik begin eventjes met die lichtste kleur. Die oranje tint. En dan ga ik met de zijkant van de stift. Ga ik hem eventjes kleur geven.
Dus niet met je puntje, maar even. Dit zou ook prima kunnen, bijvoorbeeld met zo'n bijtelpunt als je die eraan hebt zitten. Maar die heb ik verder dan niet. Maar die bruspunt gaat ook prima. Ik beïnkt alle bloemetjes. Hier zit er nog één, daar loopt een beetje een steeltje doorheen. En hier hebben we er nog één. Oké. Goed. Orange. Nou heb ik bij die eerste tak, als je hem hier ziet, ik weet ook niet meer exact hoe ik het gedaan heb, hoor, het is alweer een tijdje geleden. Maar zou je er vanuit kunnen gaan als je hier je varentak wil zetten van, oh, ik beïnk niet alle stelen helemaal tot onder. Kan. En ik zet straks die varen ervoor. Is een mogelijkheid, hè? Dus dat je ze niet helemaal door laat lopen. Maar je kan ook zeggen, nou, maakt niet uit, ik geef ze gewoon allemaal kleur. Dan pak ik even de groene, de K400, de groene kleur. En dan ga ik eventjes die steel, ga ik even een stukje groen maken. Oké. Dan pak ik mijn, meestal gebruik je rubberstempels. Ja, klopt. Dat vind ik voor deze techniek eigenlijk het fijnst. Het kan zeker met kleer. Maar op kleer krijg je toch een soort andere reactie op het materiaal. Vaak zie je dan van die bubbeltjes ontstaan. Druk niet altijd even mooi af. Maar ja, is ook wel een beetje afhankelijk van de soort kleer. En op zich kan dat prima natuurlijk. Met de waterspray geef ik hem van een afstandje even een beetje een neveltje eroverheen. Een beetje extra vocht toedienen. En dan gaan we hem eventjes erop zetten. Dan zie je dat hij al aardig wat kleur heeft. Wat ik dan doe is gewoon met mijn spray eventjes erop sprayen zoals jullie zien. En dan vervloeit hij. En dat kun je doen zoveel of zo weinig als je wil. Als je zegt nou ik wil het niet te erg hebben, doe je het gewoon ietsje minder. Maar ik ga hem natuurlijk dadelijk nog wat meer verscherpen zeg maar. Dan pak ik even een tissue. Tissue. Want hij is nu behoorlijk vochtig. En dan kan ik bijvoorbeeld ook zeggen, nou ik druk hem heel zachtjes eventjes een beetje aan met de tissue. Oké. Goed. Dan pak ik kleurtje nummer 2. Dat is de, even kijken, de R085. Die is wat roder. Deze is nu een beetje zacht oranje geworden natuurlijk. En ik ga hem niet helemaal, zeg maar, inkleuren. Ik doe het een beetje her en der. Wel vanaf de kern, van onderaf. En dan af en toe een strookje naar boven. Dus een beetje wisselend. Niet helemaal. Je droogt tot nu toe niet, nee. Tot nu toe droog ik niet met de heat tool. Dan ga ik hem weer sprayen. Beetje, niet te. Dan ga ik hem weer erop zetten. En je ziet dat hij, ondanks dat die ondergrond toch nattig is, blijft hij toch mooi staan zo. Nou kan ik dit eventueel, zou ik weer kunnen laten vloeien, maar ik denk dat ik het even zo laat. Ik pak nu even die donkerste kleur erbij, dat is de R105. Dat is echt een donkere. En ik doe hem even een heel klein beetje iets droger maken. En die hele donkere, die pak ik alleen aan die onderkant. Een beetje met zo'n zwiepende beweging zet ik de kleur erop. Net alsof ik een soort sprietje steken. Maar ja, dat heeft de stempel van zichzelf al. En dan nog weer een beetje vochtig sprayen. En weer erbovenop zetten. Nou, dan krijgt hij in die kern krijgt hij wat meer kleur. Nogmaals, ik zou hem weer kunnen sprayen, maar ik vind hem eigenlijk wel mooi zo. En elke keer wordt hij weer anders. Want als ik deze ernaast hou, zie je dat ik hier veel meer rood heb gebruikt wat ik uit heb laten lopen. Dus deze is gewoon oranjiger. Ik kan ook een beetje kleurgradatie dadelijk aanbrengen. Is ook wel leuk eigenlijk. Goed. Dan gaan we hier naar de onderkant. Ik ga de stempel nu even schoonmaken. Zo.
En ook de stempeltool eventjes droog. Want anders heb je kans als je je stempel erop plakt dat die er ineens afvalt. Dus eventjes weer droog maken. En dan heb ik hier onderin, heb ik hem ook nog gezet. Maar daar heb ik maar twee bloemen genomen. Ik ben een beetje uitgegaan van een oneven aantal. Dus een beetje zo hier onderin heb ik hem nog een keertje gezet. Ja, het is, ik vind dit een ontzettende leuke techniek. Dat rechtstreeks, hij geeft al een beetje af hier, maar dat geeft niet op zich. Gewoon lekker kliederen, lekker beïnkten, sprayen, nattigheid. Ik pak nu gelijk de rode kleur, die R085. Dat is eigenlijk een beetje een koraaltint. Dus die maken we weer even helemaal rood. En dan moet ik even goed kijken of ik de goede pak. Ja, ik pak alleen deze twee. Dus deze bloem, die laat ik eventjes buiten beschouwing. Dan pak ik weer mijn groene kleurtje. Weer die K400. En ik geef hem hier wat groens. Dan ga ik hem weer even een beetje nat sprayen. Ja, het is gewoon een hebben stempel dit. Die je bij heel veel dingen kan gebruiken. Zo ontzettend leuk. Oké. Nou is die dus heel scherp en droog. En dan ga ik hem ook weer nat sprayen. En hij vervloeit lekker, zoals je ziet. Klein beetje. Soms is het ook leuk om een stukje gewoon weg te deppen. Dat hij als het ware een beetje verdwijnt, zeg maar. Ook het groen. Dat heb ik eigenlijk daar vergeten, maar ja, het maakt niet uit. Heb ik nog een donkerder tintje. Dat is die K405. Dus ik geef hem eventjes. Bij dat steeltje geef ik hem even wat donkerders. Even nog een klein beetje erbij. Hoppakee. En dan zie je zelfs dat hij ook weer door de inkt die er eigenlijk nog op zit, dat hij weer detail een beetje pakt hier. En dan ga ik eerst weer terug naar die hele donkere kleur, dat donkere rood. Dus die geef ik in dat hartje weer eventjes een extra zwiep. Zwiep, zwiep. Zo. Dus een heel klein beetje wat vocht erbij. Nou, hier ontstaat hij toch ook een klein beetje, zoals je ziet, aan deze kant. Misschien moeten we daar dan nog wat mee. En die kern is ook weer gelijk een stuk donkerder. Nou, ik zou, als ik dat leuk vind, dat ik denk van, nou, ik wil daar toch, omdat die heel oranje is, ik wil er nog wat oranje bij hebben. Want zeggen we gewoon aan die bovenkant eventjes, even nog wat extra's oranjes. Zo, een beetje water. En we hebben wat extra oranje. Een klein beetje sprayen maar. En ik denk dat ik hem toch, maar dan wordt het er 6. Dus ik, nee, gaan we niet doen. We laten dit gewoon voor wat het is even. Zetten we dadelijk gewoon wat anders overheen. Dus kijken of die, het zijn natuurlijk heftige kleurtjes. Of die nog een beetje, nee, hij wil niet meer verdwijnen. Want het is gewoon een heftig pigment natuurlijk. Nou, dit is op dit moment natuurlijk vrij verwaterd. Zou ik dat nog wat scherper willen hebben, dan moet ik hem eigenlijk eventjes drogen. Ik kan hem een heel klein beetje deppen, maar ook niet te veel. Dus ik ga even de elektriciteit aanzetten. En ik ga dit even een klein beetje drogen. Hoeft niet helemaal super droog te zijn, maar wel een beetje. Zo. Dan pak ik weer een oranje in dit geval. En ik geef even die bovenkant, waar eigenlijk die openingetjes zitten, die bolletjes. Geef ik eventjes wat extra detail nu. Een klein beetje oranje. En we hebben wat meer detail weer staan. Wat extra. En op plekjes waar het bijvoorbeeld te donker is, dat het oranje niet meer opvalt, pak je gewoon je rood.
Zeg ik van, nou, daar zie ik het eigenlijk niet goed genoeg. Dus ik ga hier een beetje rood bij zetten. Een klein beetje hier nog. Oké, nou, ik denk dat hij wel leuk is zo. Dus dit laten we even voor wat hij is. Dan maken we hem schoon. En dan kan die er even af. Dan ga ik naar het varenblad. Hey Thea, goedenavond. De varen. Nou, als ik het een beetje wil doen zoals in het voorbeeld, heb ik hier een varenblad zitten. Hier ongeveer, eens even kijken. Een beetje zo. Puntje daarheen. Oké. Nou, kan precies. Hij zit precies naast, nou ja, hoewel niet helemaal, naast het dopje van mijn stempeltool. Moet ik ietsje verschuiven. Zo. Dat hij er net naast valt. En dan begin ik even met die lichtste kleur groen. Dus met die K400. De K-serie, dat staat voor de kaki kleur. Kaki. Ik begin toen ik, al die kleurgroepen hebben natuurlijk een letter. De R van rood, oranje, geel. Dus de K, dat dacht ik, wat betekent nou in hemelsnaam de K? Maar dat was dus kaki. Een beetje al die olijfachtige groene. Mooie kleurtjes. Op de een of andere manier grijp ik altijd naar de olijftinten groen. Dus ik doe hem nu met, alleen met die lichtste kleur eventjes. En ik pak ook alleen even dit blad nog. Dan spreek ik hem ook weer een beetje vochtig. Even kijken. Behalve dat het in de papieren kan lopen. Als je, oh, als je, ja, dat klopt. Dat is absoluut zo. Oké, dan ga ik hem toch eventjes een klein beetje ook weer wat vocht geven. Blaadje vocht geven. En dan ga ik hem even wat donkerder maken op bepaalde plekjes. Dus dan pak ik die K405. En dan ga ik voornamelijk in het midden, waar eigenlijk die nerf grotendeels loopt. En die nerfjes een stukje in het blad. Geef ik hem wat accentjes. Klein beetje naar boven. Dan weer een klein beetje vochtig. En dan gaat hij er overheen. Alright. Dan ga ik even kijken hoe deze pakt. Als ik hier nog een stukje doe, zou wel kunnen. Dus het onderste blaadje, dit stukje, pak ik ook gelijk even mee. Even dat lichte groen. En dan zal ik hem gelijk even nu met donkergroen in het midden weer eventjes die nerf een beetje accentueren. Oké. Maken hem weer een beetje vochtig. En we hebben een blaadje. Heel klein beetje sprayen, niet te veel. Als je natuurlijk te veel spreekt, dan loopt het helemaal eigenlijk door. Is ook nog niet altijd zo erg, want dat zie je hier, dat nu het detail een beetje verdwijnt. Maar geef niet, dan heb je een mooie vloeiing, een ondergrondkleur. En dan ga ik er nu nog wat extra van die detail in zetten. Om toch wat extra te geven hier, weer die donkerste tint. Pak hem nog even op. Ik heb de stempel nu even wat droger gemaakt. Die was er straks nog een beetje nat. En dan ook aan die onderkant geef ik hem hier nog een beetje extra puntjes in dit geval. We gaan gewoon even kijken hoe die uitpakt. En dat is natuurlijk het ideale van een stempeltool. Als je dit zou moeten doen met een stempellineaal, dan is dat een stuk trickier, maar dan ben je ook wel even bezig, hè? Dan is het steeds weer opnieuw schuiven en doen en proberen goed stil te houden. Nou, deze blaadjes die staan er op zich mooi op. Dus ik ga hem eventjes... Hij hoeft ook niet voor mij eigenlijk overal even scherp te zijn. Soms is het juist mooi om stukken wazig te hebben en stukken wat gedetailleerder. Net eventjes een beetje ermee spelen. Goed, even een beetje droog maken.
wat anders dan zo. En dan heb ik hier een stukje blad ook nog ingezet. Nou, dan kan je zelf kijken welke je daarvoor pakt. Deze bijvoorbeeld hier, een stukje bovenin. Oké. Dat is maar een klein stukje, dus ik doe hem even niet te ver beïnkten. Pak weer die lichtste tint. Even kijken, zo'n beetje denk ik. Een beetje wegvegen. Dan zet ik hem er even droog in. Hier is die heel droog. Mag die nog ietsje verder naar beneden. Pakken we ook gelijk die donkerdere kleur weer eventjes erbij. Het middenstuk. Nerfjes opzij een beetje. Hier een klein beetje vocht erbij. Oh joh, ik zit helemaal de verkeerde te doen, jongens. Ik ben helemaal in de bonen. Ik zit gewoon de verkeerde varen te beïnkten. Ik moet die hebben, hè. Jeetje, jullie zeggen ook niks. En ook al zouden jullie wat zeggen, dan hoor ik het niet, hè. Ik moet deze kant hebben. Het midden was even wat donkerder. En de buitenkant wat lichter. Nou, gisteren had ik al gezegd, het komt door de warmte. Dus daar zullen we het maar een beetje op gooien. Gewoon het verkeerde blaadje beïnkten. Ja, nou ja, dat schiet er niet erg op, hè. Zo, dat is beter. Nou kan er hier nog wel wat bij. Maar dan zou je ook kunnen zeggen van, goh, dat doe ik gewoon even met een penseeltje. Ik pak even een penseeltje erbij. En ik pak even mijn inkje. Zet ik even op mijn stempeltool in dit geval. Ik maak hem een heel klein beetje nat. En ik laat dit gewoon een klein beetje naar beneden toe verdwijnen. Een beetje groen maken. Hupsakee. Alright. Ik kan het ook opnemen natuurlijk van mijn sheetje. Goed, stukje tak hier bovenin. Nou, dat hoeft voor mij ook verder niet specifiek heel gedetailleerd verder te zijn. Dus die mag weer droog. Dan gaan we even kijken. Want ik mis nog wel wat. Maar dat kunnen we ook nog met de hand dadelijk doen. We hebben nu 3 bladeren, 3 bloemen, 5 bloemen totaal. Dan ga ik even kijken of ik ergens nog iets wil hebben. Dit stukje misschien hier. Een heel klein stukje blad. Dus dit blaadje, Miran, niet vergeten, dit blaadje. Klein stukje. En je kan beter erbij moeten zetten als dat het te veel misschien is. Klein beetje vochtig. Even kijken, zeker niet, er komen weer nieuwe ideeën. Klein beetje, ja, op zich wel leuk. Net even een vullingje daar. Even kijken, de donkerdere tint nog een klein beetje erbij. Zo in het midden, puntje misschien. Yes. Ja, oké. Okay. Ik denk dat die wel goed is zo. Yep. Nou, die kan eraf. Die kan even opzij. En dan gaan we hem er eventjes afhalen. Want de rest wat ik doe is eigenlijk met de hand wat ik ga doen. Dan gaan we even kijken wat het tape gaat doen. Want daar ben ik eigenlijk wel heel benieuwd naar. Ik voel wel dat ik het voorzichtig moet doen. En zodra ik denk van, op, hij gaat mijn papier beschadigen, dan haal ik de heat tool erbij. Maar het is dus geen tape wat je er zo ineens afracht. Niet doen. Maar gewoon voorzichtig. Met beleid, zou mijn vader altijd gezegd hebben, kom je ver. Goed, die is eraf. Die plakken we gewoon eventjes aan het boek, meestal aan de tafel ergens, of aan de tafelpoot. Dan zit het toch een beetje in de buurt. En dan gaan we naar deze. Gewoon eventjes voorzichtig. Oh, die gaat wat makkelijker. En je ziet, ik ben hier natuurlijk overheen gaan stempelen. Het bloedt ook absoluut niet door op het schone gedeelte van de kaart. Dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Want je hebt natuurlijk ook tapesoorten dat als je daarop stempelt, dan drukt het gewoon door naar de andere kant.
helemaal netjes eraf. Zit hier wel een beetje aan elkaar geplakt. Dus we zetten hem even hier. We hebben hem dadelijk nog nodig. Wat wel zo is, mijn tape was net niet breed genoeg. Dus ik heb hier nog net een randje groen. Maar dat is niet erg. Snijden we het gewoon af. Astrid, dat heet Nippon Gold Tape. Staat ook in de link. Aan het begin van de chat, zeg maar. Oh, dat is het vorige filmpje natuurlijk. Filmpje deel 1. Op de website staat Facebook Lives en Workshops. En dan klik je mijn naam even aan. En dan zie je de bovenste live, zeg maar. Als je daarop klikt. Dan kom je bij alle producten die ik nu gebruik. Ik zal straks nog even aan het eind. Zal ik die link er nog even inzetten. Goed, deze halen we er even af. Dan zie je ook dat dit een klein beetje uiteindelijk los gaat laten. Maar dat is niet erg. Ik moet hem even een beetje aandrukken. Zo. Ook door de warmte laat dat los. Maar ook door het vocht natuurlijk. En dan leg ik gelijk even kaart nummer 2 erop. Want die doen we natuurlijk nog wel. Maar ik laat eerst eventjes zien wat ik uiteindelijk hiermee viool. Even opzij deze. Nou, op zich. Als ik hem een beetje vergelijk. Hij is wat anders van kleur. Ik vermoed eerlijk gezegd. Dat ik toch hier één andere kleur rood nog heb gebruikt. Het is een beetje een roze rood tint als je hier kijkt. Dan kijk ik even naar mijn kleurenkaart. Als ik nu even de kleur opnoem die ik nu heb gebruikt. Dat is die R085. Dat is de Coral Red. Dat is een beetje een oranjige rood. Die heb ik in ieder geval gebruikt. En de O45, de Melon. Een oranje tint. En dan die hele donkere, deze, de R110, de Sangria. Maar ik vermoed dat ik voor dit gebeuren de Cherry Red heb gebruikt. Als ik het zo zie, want hij is gewoon roziger rood. Maar geeft niet, op zich is dit ook leuk. Maar hij is net even oranjiger rood. Ze zijn allebei leuk. En heb je alle molotovs, kan je ze ook gewoon door elkaar heen gebruiken. Want in bloemen zitten natuurlijk ook heel veel gradaties, verschillende tintjes. Dan pak ik heel even een sheetje erbij. Zo. Hopskee. Dan zet ik even wat groen op mijn sheet. Even beide kleurtjes. Zo. Klein beetje water erbij. Dan pak ik even een van de dunne penseeltjes. Hè. Dat zijn die precisie penseeltjes. Staan ook in de groep. Ik pak nu de Pointed Round 2400S. En ik heb ook een wat langere. Dat is de liner. Dus die, daar kun je wat meer. Kan ik eigenlijk wel doen in dit geval. Omdat ik wat met die steeltjes wil doen. Dus die is ook vies zie ik. Dus ik zal hem even uitspoelen. Dat had ik kennelijk niet helemaal goed schoongemaakt. Foei foei. Beetje schoon water erbij. Dan pak ik eerst eventjes dat lichte kleurtje. Die K400. En dan kijk ik even, waar mis ik een steel? Hier houden die stelen op, maar die lopen natuurlijk oorspronkelijk wel door hier naar beneden. Ik denk dat ik hem ietsje donkerder moet maken. Huppakee, een beetje steeltje doortrekken. En natuurlijk zou je dat ook kunnen doen met een potlood, maar dat verschil ga je wel een beetje zien, denk ik. Hier nog een beetje steeltje. Je kunt natuurlijk ook, ik noem maar wat, een sprietje toevoegen. Ik moet ietsje meer water hebben. Zo, een beetje mix. Je ziet dat een heel mooi fijn lijntje geeft. Als je een te dik penseeltje gebruikt en er zit te veel water en inkt op, dan krijg je dikke lijnen natuurlijk. Nou, hier nog een klein floepertje. Hier misschien een stukje. Nou, hieronder een klein beetje. Je kunt daar nog wat dingetjes toevoegen natuurlijk. Waarvan je denkt, oh, daar mis ik iets. Hup, ik zet er nog even iets bij. Zo, oké. Nou, op bepaalde gedeelten zoals hier en langs die rand heb ik uiteindelijk nog wat distress gebruikt. Dat kun je ook natuurlijk gewoon met nat doen. En je kunt gewoon zeggen, ik pak een wat groter penseeltje en ik kleur nog wat langs die lijnen waar ik het te kaal vind. Maar ik heb dat gewoon met een blending tooltje gedaan. Ik heb de tape er gewoon op geplakt. En heel licht even met shabby shutters volgens mij. En een beetje crushed olive. Heb ik gewoon een klein beetje geblend.
Maar je kan dat nog steeds met je nat ook doen, hè? Dus wat dat er gaat, kan je daar ook verschillende dingen mee uitvogelen. Ik doe hem even een heel klein beetje drogen. Dat hij echt goed door en door droog is. Hij is nu nog een klein beetje vochtig. Kun je ook een beetje aan het papier zien. Normaal gesproken leg ik hem dan gewoon een nachtje ook onder een... eigenlijk onder mijn glasplaat. Zodat ze even de tijd hebben om gewoon lekker helemaal weer te drogen en plat te worden. Maar nou heb ik daar geen tijd voor natuurlijk. De penseeltjes zag ik even voorbij komen. Dat zijn die zilver ultra mini brusjes. De liner, de 2422S. Hè, die is wat langer, de liner. Kun je ook wel zien. En die andere is de pointed round. Die is korter en ietsje dikker. 2400. Ze zijn allebei 20.0. Dus ik weet niet of ik officieel kan zeggen dat hij wat dikker is. Maar hij lijkt in ieder geval wel wat, iets wat dikker deze. En vooral omdat als ze wat langer worden kun je zo lekker ermee slepen. Een soort sleper idee. Wat ik heb gedaan met de fineliner. Gewoon eventjes. Tenzij je zegt van nou voor mij hoeft dat niet dat inkaderen. Dan kun je hem natuurlijk ook gewoon zo laten. Want je ziet vanzelf al dat het een rand creëert. Maar ik heb er uiteindelijk met een hele fijne fineliner. Moet ik even goed erboven hangen, anders kan ik het niet goed zien. Dus jullie zien mijn kruin denk ik even in beeld. Of mijn bril. Heb ik een lijn getrokken. Nou, dit is een hele mooie. Dit is een Molotov blackliner 0.2. Hij geeft een hele mooie dunne lijn. Ik zou dat niet met een te dikke fineliner doen in ieder geval. Mooi dunnetje. En ook aan de andere kant heb ik hetzelfde gedaan. Dan kader je hem als het ware een beetje meer in. Maar is niet altijd noodzakelijk, hè? Ik heb uiteindelijk, maar die heb ik niet op de website laten zetten door Maartje, heb ik nog een jelly roll of een witte acrylmarker gebruikt. Maar omdat ik ook spetter met de gouache, gewoon een witte gouache. Dit is dan Winsor & Newton, maar dat zou ook Daniel Smit kunnen zijn. Zo, een beetje van dat witte prutje erop. Beetje water. Kun je dat natuurlijk ook met je penseeltje, even een beetje goed mixen. En dan heb ik her en der, heb ik wat van die bolletjes, heb ik een beetje geaccentueerd. Hoeft ook niet helemaal. Het leuke vind ik dat om dat een beetje in het gedeelte te doen waar ze natuurlijk erg veel kleur hebben gekregen. Je zegt daar zijn ze eigenlijk een beetje verdwenen. Dus dit is even meer het detail aanbrengen. Dat ga ik niet helemaal doen hoor, maar dan weten jullie een beetje wat ik gedaan heb. En uiteindelijk doe ik daar ook nog wat mee spetteren. Als je de kaart natuurlijk schoon wil houden, moet je eventjes die zijstukken afdekken voordat je gaat spetteren. Gouache, is dat een acrylverf? Dat is ook een verf op waterbasis. Is dikker. Denk dat je mag je gouache een beetje vergelijken met plakkaatverf. Plakkaatverf zal dan wel de goedkope versie zijn, denk ik. Maar een dikkere op waterbasis verf. En zover ik weet, is die na droging niet zoals acrylverf, dacht ik, watervast. Maar dat is ook niet belangrijk natuurlijk met dit. Maar hij is net even wat dikker. Je zou hiervoor natuurlijk ook je acrylinkt kunnen gebruiken. Die is natuurlijk wel na droging watervast. Dus her en der eventjes wat accentjes. Kan ook met een wit potlood. Ik doe het nu nat. Waarbij de kans bestaat dat als het je ondergrond nog erg, hoe zou ik het zeggen, reageert. Dat wit een beetje roze gaat worden. Nou, dat wil je niet. Dus wil je echt met nat werken. Zorg dan dat je werkje goed droog is. Of dat je het een tijdje weg hebt gelegd. Dat het verder geen kwaad meer kan. Hier heb ik bijvoorbeeld die Sakura Jelly Roll. Nou, dat is op zich misschien nog makkelijker, hè? Pennetje.
En daar kun je precies natuurlijk hetzelfde mee doen. Maar ook met een wit potlood. Zal het misschien een iets lichtere werking hebben. Maar met wit potlood kun je natuurlijk ook bepaalde gedeeltes wit kleur geven. Even kijken, vertel, valt me op dat jullie bij een live nooit talens gebruiken? Oh, goeie vraag. Want ik had laatst nog iets van talens. Jawel, ik had de verf ervan. De verf van die Art Creations was dat. Maar op zich, volgens mij heeft Marianne, heeft de duif wel de nodige producten van talens hoor. Ik zit even te denken. Talens? Ja, nee. Niet bewust in ieder geval, want het is prima, prima merk ook. Goed, het spetteren laten we heel eventjes voor wat is, want ik wil eigenlijk even die andere doen. Dat vind ik nog even belangrijker als spetteren en accenten. Dit is even wel duidelijk, denk ik, wat ik hier gedaan heb. Dus dit leg ik even aan de kant. Die ook even, penseeltje even uitspoelen. Zo. En dan weer even de stempeltool erbij. De witte kaart. Met de gedeeltelijke afdekking zometeen van de tape. Dus ik pak gewoon weer hetzelfde tape. En dat plak ik even hier langs. Ik maak hem even gewoon af hoor, want ik haal het toch nooit in de tijd. En ik heb toch niks anders te doen. Dus ik ga gewoon lekker even door. Want ik wil jullie deze ook even laten zien. Blijft techniek, blijft natuurlijk hetzelfde. Maar hij is net even anders, ander kleurtje. Dus ook hier. En plakken we hem weer even vast. Zit hij goed? Nou, hij zit net iets onder de lijn, maar wel recht. Dus dat is het belangrijkste. Even goed deze lijn even aandrukken. Oké. Okay. Dan gaan we weer naar de fantasiebloem. En met dat blauw vond ik het een beetje op een korenbloem lijken. Hij is absoluut niet hetzelfde natuurlijk. Want een korenbloem die heeft meer van die franjetjes, hoe moet ik dat zeggen? Van die gekartelde stukjes. En deze heeft duidelijk van die bolletjes. Dus het is niet echt een korenbloem. Maar het heeft wel een beetje de uitstraling ervan door de kleur natuurlijk. Dus ook hier gaan wij beginnen aan deze kant zo'n beetje. Ja. Oké. Okay. En daar hebben we mooie kleurtjes blauw voor. Nou, toen ik op de site keek, volgens mij is die er nu weer, als ik het goed heb gezien. Was de 270, die was toen niet in de brushpunt. Volgens mij staat die er nu weer gewoon op. En dat is echt zo'n mooie paarsblauwe kleur. Echt een beetje dat ultramarijnachtige. En dan heb ik, dat is dus de 270, de B270. De B, oh ja, dat waren die leuke namen hè, van, wat was het ook weer, Basje de Adriaan. B280, dat is de blauwe, een lichtblauwe. Ja, ze hebben natuurlijk allemaal namen, maar die moet ik me schuldig blijven, want die weet ik echt niet uit mijn hoofd. Die staat natuurlijk wel op mijn kleurenkaartje. Zal ik hem er gewoon even bij pakken. De B280, dat is de Jeans Blue Mid. Dat is een beetje een koelige blauw. Nou, hier zie je duidelijk die ultramarijn blue, die B270. En ik heb er nog bij gepakt de Pruisisch blauw. Die is gewoon ja, warmer. Daar zit wat meer groenigachtig in. De B275 of wat meer rood. In ieder geval, die is warmer als de B270. Je kunt ook een beetje ermee spelen. Dat je zegt, nou, ik doe een beetje van dit en ik doe een beetje van dat. Ik pak eerst even die lichte tint weer. En ik ga even de bloemen beinkten. Bemarkeren. Als we een goed werkwoord, we gaan hem bemarkeren. Ik vind dat bestiften. Weer nieuwe werkwoorden. Even kijken. Hier een stukje. En hier. Je zou ook al gelijk in één keer diverse tintjes aan kunnen brengen. Ik doe het nou steeds in laagjes. Maar stel, je pakt deze, dan pak je even die warmere tint, die B275. En ga ik hem daar eventjes her en der een beetje kleur mee geven. B275. We kunnen het ook gewoon mixen. Dan pak ik die B270, dus meer die ultramarijn. Ook weer her en der. Hier misschien een beetje bij.
Kortom, we gaan gewoon kijken hoe die uitpakt. Drie blauwtjes. Nou, de groene blijven precies hetzelfde. Pak ik ook weer die eerste lichte tint. En nu pak ik die sprieten gewoon in zijn geheel even mee. Alle sprieten mogen meedoen. Zo. Ik kijk straks ook even de chat na hoor. Voor degene die misschien vragen stellen. Dat zie ik niet altijd in beeld verschijnen. Soms zie ik het wel, maar ook vaak niet. Dan spreek ik hem weer eventjes vochtig. En dan gaat hij er weer op. Yes. Nou, zo is die crisp en scherp. Maar dat wil ik niet. Ik wil hem laten vervloeien. Wordt het echt een... Nou, dan zie je duidelijk hier het verschil tussen dat warme blauw en dat paarsige blauw. Nou, het wordt echt een fantasiebloem zo. Ook de sprieten kun je dat natuurlijk een klein beetje mee doen. Niet te veel, maar wel een klein beetje. Dat hij een beetje wegloopt. Dan pak ik even de tissue. Ik leg hem er gewoon even op. Oh, dat is wel heel mooi zo. Nou, je ziet allerlei kleurtjes erin. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien. Ik ga hem even wat dichterbij halen. Even zien. Hier ontstaat iets ook met groen hierbovenin. Er zal ongetwijfeld ergens iets groens gezeten hebben. Dus er ontstaan nu allerlei tintjes. Eigenlijk wel heel leuk. Zo'n scherp stukje kun je gewoon laten zitten. Maar er moet nog wel wat detail in. Het is nog niet dat je zegt van... ik maak hem gewoon even schoon. Zodat dit eventjes eraf is. Dep hem even een beetje droger. En dan pak ik weer even die twee donkerste tinten. Nou, in dit geval weer even die Pruisisch blauw. Voor deze bloem, dat kleintje hier. Alleen eventjes hier een stukje vanuit die kern. Soms is het gewoon leuk om even te zien wat er gebeurt. Dat er net even zo'n... En dan bovenin even een beetje van dat blauw. Dat lichte blauw. Net even, het valt niet eens op, maar het is lichter blauw natuurlijk als... Heel mooi, hè? De spetter, even kijken, want ik zie nou wat verschijnen. Nou, zetten. Morgen de rest terug. Dat is goed hoor, Monique. Even kijken. Dan pakken we die ultramarijn weer. Dat is die B270, deze. Dan ga ik even naar die bovenste bloem. Hoppakee. Zo'n beetje ook in die kern. Oké, mag nog wel ietsje meer hebben, denk ik. Eens even zien hoor. Ik moet af en toe even spiegelbeeld denken. Even naar die buitenkant. Naar die paar bolletjes hier. Alright. Pak ik weer eventjes die. Ik moet zeggen dat wel apart. Toch wel apart is dat daar een beetje groen in zit. Heeft ook wel wat, moet ik zeggen. Ik zou bijna met groen bijna verder gaan. Maar ik hou het nog maar even bij dat lichte blauw. Die geef ik hier bovenin nog een beetje accent. Yes. Dan gaan we even naar deze bloem. Bepaalde bloemen kun je natuurlijk wat scherper maken. En bepaalde kun je ook zeggen van nou, die laat ik gewoon zo. Dat heb ik hier natuurlijk ook gedaan. Hier heb ik wel wat accent teruggepakt. Maar deze heb ik eigenlijk een beetje zo laten waaieren. Is natuurlijk een optie, maar met deze vind ik dat nog niet aan de orde. Die is natuurlijk behoorlijk uitgewaaierd daar, hè, met het spuiten. Dus in dit geval pak ik alleen even weer dat hartje, kern hier, met die ultramarijn, B270. En geef ik hem daar weer eventjes wat extra. Eigenlijk laat ik de rest zo. Ik denk dat ik dat juist wel mooi vind. Dat dat niet per se nog meer hoeft te zijn. Dus zo is die wel oké. Dan ga ik nog even terug zo naar de stengel. Die ik straks eigenlijk bij de eerste fase over heb geslagen. Dus de donkere versie van de K405. Die pak ik even terug hier. Een wat donkerdere spriet. Zo hieronder.
onder de bloem wat donkerders. En misschien hier, waar die een beetje buiten, naar buiten gaat van die kaart, ook wat donkerders. Oké, mag die nog wel wat verder doorlopen, zie ik. Af en toe moet je eens even kijken van, nou, waar wil ik eventueel nog iets hebben? Dus even zien, misschien deze in zijn geheel. Hier een stukje. En hieronder zie ik, hier loopt natuurlijk ook een stukje groen door die bloem heen, maar dat is natuurlijk minimaal. Oké. Ik ben weer even tevreden voor nu. Dus ik ga deze er even afhalen. Je ziet dat dat blauw echt een heftig pigment is. Soms moeilijk om dat goed weg te poetsen. Maar ja goed, we blijven toch met blauw bezig. Ja, dat gebeurt wel vaker hoor, Karin, met dat groen flitsen. Dat heeft niks met mijn verbinding in ieder geval te maken. Weer even afkloppen. Als ik het over de verbinding heb, dan heb ik zoiets van... Blijf het alsjeblieft doen. Maar dat groen gebeurt wel vaker. Hoor ik mensen wel vaker over. Met alle lives hoor. Dus ik ga even kijken. Ik ga hier. Ga ik deze zetten. Die komen ongeveer aan deze kant. Goed. Ik begin gewoon even met dat lichte blauw weer. En die zet ik er nu gewoon even in zijn geheel op. Ik pak ook alle drie de bloemen in dit geval. Bij deze kaart had ik wat meer bloemen erin zitten. Oké. Eventjes weer een beetje nat sprayen. Dat is mijn wekker. Zo, stopwekker. Dan weet ik altijd een beetje ongeveer waar ik zit. Hoe laat het is. Goed, bloemetjes. Dan pak ik even mijn groen. Dan ga ik weer even naar de steeltjes toe. Hupsakee. En ik pak gelijk een beetje van dat P275, het Pruisisch blauw. Voor deze bloem in dit geval. Even dat stukje vanaf die kern. Even weer een beetje aanzetten. Doe ik bij alle drie maar gelijk eventjes voor het gemak. Een klein beetje vochtig sprayen. En ik ga hem weer een beetje laten verlopen. Hou ook altijd je tissue bij de hand. Als je op een gegeven moment denkt van, oh, het loopt te ver uit of het is niet. Dan kun je altijd heel voorzichtig met een schone tissue, kun je hem een beetje wegdeppen. En je zegt van, nou, wil ik er dadelijk, moet ik wel even een schone hebben. Hupsakee, kijk, dan verdwijnt er enorm veel pigment, waardoor die gelijk een stuk lichter wordt. Dat lichtere is wel mooi voor in de achtergrond, maar niet omdat die op de voorgrond hier staat, hou ik dat niet zo, want dat vind ik niet mooi. Dus ik ga hem er gewoon nog een keertje opzetten, want je ziet dat er nog eigenlijk genoeg in zit. En dan kijk ik even naar welke kleur ik nu mis. En dat is die ultramarijn. Dat is die B270. B2. En ik ga hem hier bovenin eventjes een accentje geven. Hier een paar misschien. En een paar hier. En weer een klein beetje vochtig. Oké. Dan heb ik dat tipje natuurlijk steeds aan mezelf geplakt, omdat dat een beetje uitsteekt. Ik heb daar een beetje ruzie mee af en toe. Dan kijk ik even wat ik wil. Vind ik hem genoeg of moet het wat meer uitlopen? Weet je wat? Ik ga hem gewoon ietsje nog geven, zodat hij iets meer uitloopt. Als je eenmaal lekker bezig bent met dat sprayen, dan ga je daar gewoon mee door. Oké. Die is al aardig droog. Ik maak hem even een beetje schoon. Hoppakee. Eventjes
wat droger maken. En dan wil ik die kern wil ik nog ietsje donkerder hebben. Met dat Pruisisch blauw. Dat was deze volgens mij, ja. Dus net even, net een accentje nog erbij. Ook hier. Daar. Soms zijn er toch wel een aantal laagjes achter elkaar. Totdat ik denk, ja, nou ben ik er ben ik happy ermee. Nu vind ik hem goed. En dan nog een beetje van dat donkergroen. Die K405. Op de steel. Hier een beetje. Een beetje sprietje hier. Oké. Oh, ik ga mijn dop. Oh, dat is leuk jongens. Want ik heb... een momentje. Ik duik even onder de tafel nu. Dat is zo leuk, want ik heb hier donker tapijt. En die dop, die rolt natuurlijk een stuk weg. Maar ik heb hem gelukkig gevonden. Zodat ik hem toch dicht kan doen. Dat is toch lastiger om hem open te laten, vind ik. Oké, dit is, vind ik, wel leuk geworden zo. Dus ik denk dat we dit zo gaan laten. We hoeven hem van mij betreft niet meer helemaal te accentueren. Hooguit misschien wat bubbeltjes. Bubbeltjes hier. Beetje, dat doe ik met die lichte blauwe even. Wat bubbeltjes hier aan de bovenkant. Die iets meer. En misschien een beetje aan deze kant. Hoe droger natuurlijk je ondergrond is, hoe makkelijker die daar overheen pakt. Dus overal waar je het wat scherper wil hebben. Oké. Zo is die wel goed. Dan gaan we deze even eraf halen. Ik kan er even af. Nou, dan zou ik hier, dat heb ik dus niet gedaan bij het oorspronkelijke gebeuren, zou je hier natuurlijk ook je varen her en der nog bij kunnen zetten. Maar je kunt het ook doen op de manier zoals ik aangaf met dat blenden. Dus ik ga dit er eventjes afhalen. Ik ga hem even drogen. En dan ga ik de tape er even afhalen. En dan laat ik nog even zien hoe ik hem verder afmaak. Niet letterlijk, figuurlijk. Klein beetje droger. Dan gaan we deze even voorzichtig. Nou, gaat goed jongens. Dus ik ben tevreden over de tape. Kan niet anders zeggen. Deze weer. Maar nogmaals, wel voorzichtig. Hè? Niet zeggen van rats. Ik ruk hem eraf. Gewoon eventjes met beleid doen. Je kan daar een aantal keren mee doen. Want het is zonde om dat gelijk na 1 of 2 keren natuurlijk weg te gooien. En er zit aardig wat op zo'n rol. Dus het is gewoon ook zuinig in gebruik. Dan doe ik die even dicht. Okay. En ik maak hem even door en door droog. Nou, dat wit geeft bij dat blauw wel, moet ik zeggen, een hele frisse uitstraling. Mijn andere papier was natuurlijk het Fabriano, dus dat is gewoon cremiger. Maar vooral dat korenblauw eigenlijk geeft met dat wit een hele frisse uitstraling. Kan je ook wel goed zien als ik ze naast elkaar hou. Dan zie je dat verschil eigenlijk wel. Ik vind dit eigenlijk bij dat blauw eigenlijk nog mooier. Is dat ook op de computer? Even kijken hoor. Ik zie iemand antwoord geven op... Nou, maakt niet uit. Dus technisch iets. Eventjes. Goed. Wat ik hier doe, en daar heb ik sowieso natuurlijk wel weer tape bij nodig. Ik kan natuurlijk ook even met post-it doen, maar in dit geval is het eigenlijk wel heel handig om gewoon tape te pakken. Moet je hem wel precies eigenlijk op hetzelfde plekje houden natuurlijk. Dat is even om te laten zien. Als je niet verder met nat wil werken of zo, dat je zegt van nou, ik wil toch nog wat kleur langs die
randen hebben. Dus ik wil hem daar wat meer accentueren. Dan pak ik eventjes een blending tooltje. Ik zit even te kijken waar ik mijn sheet... Oh, hier. Mijn sheetje heb gelaten. En ik pak een beetje van de shabby shutters. Waar geen sponsje op zit. Dus dat is natuurlijk ook niet echt handig. Heb ik nog een groen licht sponsje? Ja, dat heb ik. Hier is die. Zo. Altijd zorgen dat er niet te veel inkt aan de randen van de spons zitten. En dan ga ik hem eventjes vanaf tape naar boven. Even een beetje een groene waas geven. Dat doe ik hier ook een beetje. Net eventjes. Kan hier ook nog een heel klein beetje misschien. Een klein beetje groen erbij. Een klein beetje misschien van de crushed olive. Die is een beetje wat... Even kijken, had ik daar nog een andere voor? Ja. Zo. Een beetje crushed olive. Net even wat geliger groen. Oké. All right. Dan nog steeds. Nog steeds. Nou lijkt het net of die mijn papier eraf trekt. Maar dat komt door het zeil waar die nu aan vast zit. Dus dan zit die... harder aan vastgeplakt dan aan het papier, geloof ik. Hij trekt gewoon alles mee. Penseeltjes, alles plakt mee. Zo. En dan krijg je gelijk, dan hoef je eigenlijk niet meer, vind ik, te accentueren met je fineliner. Oh, zie je het? Nou gebeurt het wel. Ik heb het idee dat het gewoon door het zeil komt waar het zo gek aan vastgeplakt zit. Het lijkt wel of hij ineens nu... Ja, hij gaat nu gewoon harder kleven. Hij heeft al die tijd goed gedaan. Nou, we pakken gewoon even de heat tool erbij. Heel raar dit. Waarom doe je het nu wel en straks niet? Zie je, hij maakt nu gewoon mijn papier kapot. Dus we moeten eventjes voorzichtig zijn. Ik had beter mijn kraftsheet even neer kunnen leggen. Volgende keer doe ik dat niet meer op het zeil. Dat is duidelijk. Want zodra ik met mijn heat tool te veel op dat zeil zit, dan smelt het ook aan alle kanten. Dus we snijden er gewoon straks een randje af. Is geen probleem. Maar je ziet, uitkijken dus. Goed, dit geeft dus een mooi kadertje. Nou, in dit geval doe ik hier natuurlijk precies hetzelfde. Ik ga straks met mijn acrylmarker of mijn gelpen of mijn... witte potlood of wat dan ook, ga ik accentjes zetten in die bubbeltjes. Zodat die bloem her en der wat meer tot leven nog komt. Dat is net leuk. Dat die net eventjes, het hoeft ook niet overal, het is juist niet leuk om het overal te doen. Maar gewoon her en der wat van die accentjes geven. Maar goed, dat is eventjes voor de accenten. Ik pak even mijn kraftsheet erbij. Deze mag even weg, de stoutert. Kraftsheetje. Ik maar opscheppen dat het zo goed ging met de tape. En op het allerlaatste momentje doet hij ineens vervelend. Dat is toch niet leuk. Even kijken hoor. Hier hadden we hem. En daar. Oké. Nou, in dit geval... Zou ik zeggen, ik plak heel eventjes, even kijken met mijn post-itjes even. Het gaat even wat sneller, maar dan hou ik de rest van mijn kaart even schoon. Er zit nog een stempeltje op ook, zie ik. Dus eventjes hier de boel afdekken. Zo, doen we gewoon even snel.
Kijk, voor te stempelen met nat en te sponsen vind ik dit niet handig. Maar voor zo, voor dat gespetter, zeg maar, vind ik dat helemaal prima. Nou, wat ik dan leuk vind is bij deze, bijvoorbeeld, met zo'n Fine-Tech verfje, zo'n glimmertje. Dat past hier eigenlijk wel heel leuk bij. Dus ik pak even mijn waterspuit. Die staat hier, vlak voor mijn neus. Ik doe eventjes de inkjes even activeren. Ik kan het even intrekken. Het zijn allemaal een beetje die metallic verfjes. Heb ik ook al diverse lives mee gedaan, maar niet iedereen van jullie zal dat gezien hebben of ze kennen. Geven mooie glinster effectjes. Gewoon met een zeg maar oud penseeltje. Heel eventjes wachten. Sorry. Totdat het water goed ingetrokken is in je verf, zodat die echt goed pakt. Dit is de jade groen. Dan zie je dat die wat, hoe zou ik het zeggen, wat drappiger wordt door het water. Dat trekt nu in, dus ik kan nu goed wat oppakken. Ik geef nog een klein beetje water erbij, want ik wil natuurlijk spetteren. En dan ga ik gewoon een paar van die spettertjes in dat groen zetten. Dit geeft straks een groene weerschijn. Dus dat is wel leuk zo in dat groen. Dan maak ik mijn penseeltje even schoon. En juist voor die bloemetjes is het natuurlijk leuk om met je witte acrylinkt of je witte gouache of je witte verdunde acrylverf om dan wat witte spettertjes ook erin te zetten. Ook hier nog een paar. Gewoon, kan ook nog een klein beetje het groen erbij. Kortom, wie spettert, die blijft. Ook wel een beetje van die accentjes zetten. Nou, leek me bij deze leuk. Dat heb ik bij die andere niet gedaan, omdat het crème was. Daar had ik goud gebruikt. Maar bij deze, omdat die koel is, gebruik ik de echt zilver. Real Silver heet die. Er zitten ook echte zilverpigmentjes in. En daar geef ik gewoon hier een paar van die zilversprietjes ertussen. Niet te veel, gewoon net een paar. Goed. Dat zie je dadelijk pas goed als ik hem droog. Dus ik ga even mijn post-itje eraf halen. Oké. Ik ga hem even drogen. En dan zal ik hem in het licht even laten zien. Ik kan het al niet uitstaan, weet je wel. Papier kapot. Jeetje, Mina. Stomme tafelzeil ook. Dan zal ik even een lampje aandoen. Volgens mij zie je het dan eigenlijk nog iets beter. En ga ik hem even zo onder de camera houden. Even zien of jullie... Ik zal hem iets dichterbij moeten houden, denk ik. Even kijken. Zit ik nou... Nee, nou zit ik buiten beeld. Even wachten hoor. Ik moet altijd even een beetje positioneren waar ik moet zijn. Hier in het groen, maar ik weet niet of jullie... Ik kan het goed zien, maar het is maar net of jullie het goed kunnen zien. Daar zie je echt die groene spetters zitten. Hier komen die zilveren spettertjes tot zijn recht. En het wit vervaagt eigenlijk een beetje. Dat reageert ook een beetje nog met de inkt eigenlijk die er zit. Dus van het wit zie je eigenlijk niet zo heel veel meer terug. Maar de kaart is op zich natuurlijk al vrij wit. Maar de glimspettertjes, die zie je heel leuk. De groentjes en de zilveren. En het is net... Als je dan deze ernaast houdt, dan zie je gewoon het verschil. Hier zit echt dat goud in. Omdat ik dit mooi vond bij het warme. Dat is dan wel de iridiserende goud. Dus als je er recht op kijkt, is de spetter eigenlijk licht paars. Dan zie je geen goud. Maar zodra je hem in de weerschijn draait, dan wordt hij goud. Dat is altijd het mooie van al die iridiserende verfjes.
Nou, in dit geval zou ik er nog een leuk tekstje bij zetten. En vind je het mooi, kun je hem natuurlijk, kun je hem altijd nog afkaderen natuurlijk. Maar het is niet per se nodig als je blendt. Je ziet eigenlijk dat verschil. En hier geldt natuurlijk ook weer wat ik daarnet heb gedaan. Als je nog wat sprieten hier en daar mist, kun je die natuurlijk nog gewoon met de hand en dat dunne penseeltje kun je die er nog inzetten. Dat is ook leuk natuurlijk om te doen. Ik heb voor de tekst, en dat is voor iedereen natuurlijk heel persoonlijk, want heel veel mensen willen Nederlandse teksten, willen geen Engelse teksten. Maar het meeste, ja, heel veel is natuurlijk sowieso van Penny Black in het Engels. Maar vind ik een hele leuke, dus een notebuilder. Dus je zegt gewoon just a note. En dan kan je zelf bepalen to say hello, of to say I care, to send hugs. Nou ja, wat dan ook. Er staan allerlei tekstjes op die je dan zo erin kan zetten. Dus die gebruik ik eigenlijk heel veel. Want ik vind dat een hele leuke. En hier hebben we dan de rode natuurlijk. Nou, hier de andere rode. Toch weer anders, weet je wel. Hij is hier wat oranjiger geworden. Puur door dat ik toch een ander kleurtje had. Maar zo zie je het. Het wordt altijd wel leuk. En hier zou ik dus weer met het goud inspetteren. Wat ik nog wel ga doen is sommige bolletjes wat meer accent geven. Dus wat extra wit er nog in zetten. Wat ook leuk is met de glimverfjes. Als je er niet mee spettert. Om de bolletjes ermee in te tippen. Dat je dus goud in de bolletjes krijgt. Of zilver of wat kleur dan ook. Dus ook dat is leuk. En een mooi tekstje erbij. En de kaart is weer klaar. Dus dit zijn eigenlijk de resultaten van. En toch weer net even een beetje anders. Kijk, dan kunnen jullie hem allemaal zo in beeld zien. Of ze er zo liggen. Ik denk het wel, hè. En ik ben blij dat de verbinding gebleven is. Dus ik zit even te verzinnen. Want eigenlijk heb ik alleen maar een intro gehouden in het eerste filmpje. Dat was vrij kort dat het eigenlijk stopte. Maar anders zet ik de twee filmpjes gewoon bij elkaar. Dan noem ik het deel 1 en deel 2. Deel 2 is het belangrijkste, want daar staat het meest in. Maar ja, ik vrees met grote vrezen, eerlijk gezegd. Ik vraag me af of we er überhaupt iets aan kunnen doen. Ik kan hooguit de KPN bellen en zeggen, ja jongens, dit is mijn werk. Dit is de tweede keer dat het nu gebeurt. Dus zit er hier ergens iets niet goed of zo? De vraag of hij daar nog uitkomt, hè? Zoiets. Maar goed, het is wel heel vervelend. Nou, oké. Ik zou zeggen, bedankt allemaal voor jullie aandacht. Ga lekker ermee spelen. Ik moet nog een beetje brainstormen wat ik volgende week ga doen. Ik heb een heleboel projectjes liggen. Een soort van voorgesneden gedaan, bedacht, maar nog niet klaar. Dus ik kom ergens volgende week, kom ik weer met een live. Maar die moet nog even gecreëerd worden. Hebben jullie nog vragen, zet het in de chat. Dan ga ik die gewoon nog lekker even doorlezen en even beantwoorden. En dan wens ik jullie een heel fijn weekend. Geniet van wat er is, wat dat dan ook mogen zijn. En we gaan elkaar weer zien. Dag allemaal, doei doei!